Wij doen de inschrijvingen voor de hele dag. Ja. Dus, en ik doe dan de jeugd, maar dat loopt dan zo af door iedereen. Hoe ouder je bent, des te verder in de taal. Ja. En als je voor ingeschreven hebt op de website, dan moet u aan de overkant wezen. Oh, ja. En daar liggen de enveloppen al klaar. Die zijn gisteren helemaal ingevuld of ingepakt met een chip voor op je schoen. Oh, ja. En een tie-rip en de speldjes voor je nummer op te spelden. Oh, ja. Ja. Hey, maar wat krijg je nou aan je voet, aan je schoen gebonden? En ding dan, als je dan over de finish gaat, dan meet je tijd of zo. Ja, goed dat is. Wat zijn jullie hier aan het doen vandaag? We gaan de bosmarathon doen. Ja? Ga je ook echt 43 kilometer lopen? Nee, 1,3. Hoeveel rondjes zijn dat dan? Weet ik niet. En jij? Hoeveel rondjes het zijn? Het is één groot rondje. En hebben jullie er zin in vandaag? Ja! Dank je. Ja. De Pijnenburg Bosmarathon, alweer de 19e editie. Dus we hebben volgend jaar denk ik een wat groter feest. En ja, de Bosmarathon is een heel groot clubevenement waar honderden mensen van buiten op afkomen. Niet alleen voor de Bosmarathon, alleen de marathonafstand. Want we hebben allerlei afstanden van 5 kilometer. Nou, jullie hebben net een paar jeugdlopen gezien, dat zijn wat kortere rondjes. Er is een 10 kilometer, er is een halve marathon. En die komen allemaal straks. De marathoners zijn aan het lopen. Die hebben zo meteen hun eerste doorkomst. Het is ook een estafetteloop. Je kunt de marathon of de driekwart marathon ook nog in estafettes doen. Dus ja, het is ons jaarlijkse clubevenement waar gelukkig steeds meer mensen ook op afkomen. Hey, jullie zijn alweer klaar, hè? Ja. En viel het een beetje mee? Ja, best wel. En jij, hoe vond jij het? Ik vond het best goed gaan. Had je niet nog een rondje gekund? Nou, hangt er vanaf. Bij mij ging het ook goed. Heel goed? Ja, ik ben derde. Goed? Oh, je bent derde? Oh, vandaar die beker. Ja. Zie je dat, Loek? Oh, laat eens kijken. Dat is zo. Hey Wendy, je bent hier echt met een missie, hè, geloof ik? Ja, zeker. Run to the moon and back. Ja. Ja, wat is dat? Nou ja, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk kilometers in een maand tijd bij elkaar te rennen voor de stichting Make-A-Wish. Ja. En dat is een stichting die zich inzet voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Ja. En die mogen hun allerliefste wens beleven. Alleen ja, daar is geld voor nodig om die wens te blijven vervullen. Hoe kom je zo aan die naam van to the moon and back? Run to the moon and back, ja. Ik zeg 's avonds heel vaak tegen mijn kinderen, love you to the moon and back. Oh, ja. En we vonden dat eigenlijk wel mooie gedachten. Ja. Niet love you to the moon and back ook, maar run to the moon and back, dan doen we er nog wat aan. En met die kilometers, daar kan je niks van betalen. Hè? Hoe wordt dat omgezet in geld?
Nou, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je je kilometers laat sponsoren. Dus op het moment dat je gaat rennen, vraag een familielid of collega of wie dan ook om jouw kilometers te sponsoren. En zo verzamelen we geld. En hoeveel denk je dat je met deze actie binnenhaalt? Hoop je binnen te halen? Nou ja, alles is natuurlijk meegenomen en het is een actie wat elk jaar terugkomt. Dus ik kan me voorstellen dat we zijn het nu aan het introduceren. Het moet natuurlijk wat naamsbekendheid krijgen. Het moet bekend worden onder de lopers. En op het moment dat lopers dat doorkrijgen, dan zijn ze bereid om de app te downloaden en kilometers te doneren. Dus ja, ik denk dat we goed van start zijn gegaan en wellicht volgend jaar naar de manen terug kunnen. Heel erg bedankt. Dankjewel. Je bent er klaar mee, hè? Nou, dat nooit. We gaan altijd weer opnieuw beginnen. Maar het was zwaar vandaag. Je onderschat toch hoe warm het is. En ja, ik liep wel lekker de eerste rondje, tweede rondje ook nog wel, maar waarschijnlijk toch iets te hard weggegaan. En heb je niet in de gaten dat het warm is, vliest veel vocht. En toen dacht ik derde rondje wel van dit wordt heel zwaar, ja. Dan snel bijdrinken, dat werkt niet meer dan? Nee, ja, ik had wel wat abrikoosjes mee, wat gedroogde abrikoosjes. Neem ik elke 7 kilometer even. Maar die... Ja, als je te hard weg gaat, dan bekoop je het aan het eind, hè. Ja. Dat is een gouden regel. En toch, na zoveel marathons trap je er toch weer in. Maar je hebt het wel gedaan. Ja, ik wilde hier gewoon bij zijn. Dit is de vierde en dit is zo'n mooie marathon. Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Het is vlak bij huis. Ik woon in Harderwijk. Het is een schitterend parcours. De mensen die zijn behulpzaam, weet je. Zoveel vrijwilligers. Elke keer weer. Ja. Daar heb ik echt respect voor. We hadden wel mooi weer natuurlijk vandaag. Maar het is gewoon, ik wilde hier gewoon bij zijn. Om voor mezelf te bewijzen, ik kan het nog. Gelijkgestemd. Ja. Ik heb een nummer op. Zij hebben de marathon. En met ik zie jullie hier al de hele dag rondlopen. Waarom? Omdat mijn vader en moeder meedoen aan de marathon. Ja. Ja.